Quincy Promes is door de rechter veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor zware mishandeling. De profvoetballer speelt momenteel in Rusland en moet het slachtoffer, zijn neef, ook €7.000 schadevergoeding betalen. Rechtbankslaggever Saskia Belleman was vandaag bij de uitspraak aanwezig. Saskia, lang verhaal kort, hij was er zelf niet bij. Hij was er zelf niet bij, nee. Dat was ook niet de verwachting hoor. Hij is ook niet bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig geweest. Toen was het officiële argument dat hij zijn contractuele verplichtingen jegens Spartak Moskou wilde nakomen. Maar officieus speelde natuurlijk ook een rol dat hij bang was dat hij vastgezet zou worden in verband met de verdenking van drugshandel. Ja. Want ook daar wordt hij nog voor vervolgd. Ja, dat is veel informatie. Even terug naar het begin. Hij heeft ergens in 2000, dat hij zijn neef 20. Heeft gestoken, 2020 ja. Heeft hij op een feest in Apkoude, heeft hij bijna tijdens een feest in zijn bedrijfsruimte was het, ja, het was een loods die hoorde bij zijn kledingbedrijf. Ja. En daar was een familiefeest. Dat was ter ere van de verjaardag van zijn broer. Nou, druk, midden in coronatijd. Mochten ze eigenlijk helemaal niet. Maar goed, nee. Daar stond hij niet voor terecht. Nee. Daar heeft zich op een gegeven moment een ruzie voor gedaan met zijn neef. Die neef die verdacht, die Quincy Promes dacht dat verdacht, hij hem gestolen had, toch? Precies, ja. een kostbare ketting van een tante van hem. Sprak hij hem op aan. Hij zou met een mes in zijn hand die loods uit zijn gestormd, terwijl die schreeuwde, ik maak je af, of woorden van gelijke strekking. Die neef is op een gegeven moment achterover gevallen en die is in zijn knie geraakt. Behoorlijk heftig. Een pees is doorgesneden. En het gevolg is dat hij eigenlijk nog steeds niet fatsoenlijk kan lopen en allerlei dingen doen die hij daarvoor wel kon. Ja. Ja, en daarvan zegt de rechtbank, voldoende bewijzen aanwezig. We veroordelen je. Ja, nou is het aparte dat Quincy Promes, een behoorlijk rijke voetballer, ook aan drugshandel deed. Althans, ja. Daar wordt hij van verdacht. Daar wordt hij van verdacht, ja. Ja. En dat onderzoek heeft het nodige informatie opgeleverd, hè? Ja, eigenlijk kwam tijdens dat onderzoek naar die drugshandel bij toeval uit dat er ook sprake was geweest van een steekpartij. Politieagenten die gesprekken afluisterden, die hoorden op een gegeven moment Quincy Promes dingen zeggen als dat hij eigenlijk op zijn nek had gericht en dat hij van geluk mocht spreken. En zo allengs werd hen duidelijk van, hey, er heeft zich hier het een en ander aan andere dingen afgespeeld. Er is uiteindelijk ook aangifte gedaan door de neef die is geraakt. En ja, toen kwam dus eigenlijk naar voren dat er een steekincident had plaatsgevonden. Maar daar kwamen ze dus bij toeval achter tijdens dat drugsonderzoek. Want die neef heeft echt nog geprobeerd om het onderling te regelen een hele tijd. Klopt. Hè? Die heeft met Quincy Promes en zijn familie onderhandeld over schadevergoeding. Nou, dat is niet helemaal een wens verlopen. Nee, want het ging om een klein bedrag, hè? Ja, precies. Jij noemde net dat hij een behoorlijk bedrag verdient als voetballer. Nou, kennelijk zat hij wel op de centen, want er werd geen overeenstemming bereikt. En toen heeft die neef besloten om aangifte te doen. Ja, nu heeft de rechter vandaag gezegd, als hij was verschenen en spijt had betuigd, hadden we misschien wel een half jaar minder gegeven, hè? Nou, wel zeker. Ja. Ja, er was eigenlijk een opeenstapeling van dingen waarvan de rechtbank zegt, hij heeft een voorbeeldfunctie als profvoetballer niet waargemaakt. Hij heeft geen berouw getoond, op geen enkele manier. Hij heeft geen verantwoording afgelegd. Hij is niet hier gekomen om vragen te beantwoorden. Hij heeft een ander familielid laten opdraaien voor deze zaak. Alles bij elkaar zegt de rechtbank van ja, dat rekenen we hem zo zwaar aan dat hij een half jaar meer krijgt dan hij anders zou hebben gekregen. Ja, nou is de grote vraag, gaat hij die straf ooit uitzitten? Hij zit in Moskou, heeft zelfs geprobeerd om Russische staatsburger te worden. Ja. Maar als je even heel rationeel nadenkt, helemaal nooit meer naar Nederland komen, zou hij dat vol kunnen houden? Nou ja, dat is de vraag, hè. Zijn familie woont natuurlijk wel hier. Ja. En ja, als hij op een gegeven moment denkt, ik negeer die uitspraak, ik blijf lekker in Moskou. Er komt op enig moment natuurlijk ook gewoon een einde aan zo'n voetbalcarrière. Ja. En volgens mij is het dan zo, als je geen Russisch staatsburger bent, dat je geacht wordt weer op te hoepelen. Ja. Ja, als hij dan naar Nederland komt of naar een ander Europees land gaat, dan kan die zomaar in de kraag gepakt worden om alsnog zijn straffen uit te zitten. Ja. Maar zover is het nog niet. En dan zit natuurlijk ook met de trainingskampen van zijn club. Exact, daar kan hij niet aan deelnemen als die over de grens plaatsvinden. Dus het belemmert hem behoorlijk in zijn bewegingsvrijheid. Nou is er natuurlijk een hele reeks van landen waar hij wel naartoe kan. Ja. Maar dat moet maar net allemaal passen in de bezigheden bij Spartak Moskou. Ja, zou hij zelf nou ergens zitten met de veroordeling? Want hij op social media toont hij een stoere jongen. Ja. Maar ja, met nu al een strafblad. Nou ja, de rechtbank denkt van niet. Sterker nog, die zeggen van hij heeft zelfs filmpjes opgenomen waarin hij
er blijk van geeft dat hij trots is op wat hij heeft gedaan. Mm-hmm. Dat hij de eer van de familie heeft hersteld. Dus het lijkt er niet op dat hij berouw heeft en ook niet dat hij er heel erg mee zit. Ik denk dat hij banger is voor een eventuele veroordeling in die drugszaak. Ja. Dat zou nog wel eens hoger kunnen uitpakken. Ja. En dan stapelt het zich op een gegeven moment op. En dit soort zaken, hè, als je eenmaal veroordeeld bent. Stel je voor, hij blijft nog 20 jaar in Rusland. Ja. Blijf je dat gewoon altijd uit moeten zitten? Uiteindelijk wel. Ja. Daar ontkom je dan op een gegeven moment niet aan. Nee, dat zal hem blijven achtervolgen. En sowieso is een strafblad natuurlijk geen aanbeveling. Hè? Dus dat gaat hem in de weg zitten. Ja. Punt is wel dat er wordt hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis. Dus er komt nog een hoger beroep. Ja. Ja, en we gaan natuurlijk die drugszaak nog krijgen. Hè? Dus we weten niet hoe dat gaat aflopen. Zijn advocaat Robert Malewiet zegt hij is van plan om naar de inhoudelijke behandeling van die drugszaak te komen. Maar dat zei hij eerder ook over die mishandelingszaak. Dus ja. We moeten het allemaal nog maar zien. Saskia Belleman, dankjewel. Graag gedaan.